Fijn dat u weer kijkt naar het nieuws en de evenementen uit uw eigen stad. Vandaag. Tante Nel zit op Facebook. ELE Rally start voor het eerst in 10 jaar niet in Helmond. Dit is Door de Week Heen. Op een slimme zorgmarkt van het Dr. Knippenmeer College in Helmond werden leerlingen van klas 2 van het technasium door welzijnsorganisatie Vierbinden uit Laarbeek uitgedaagd om iets innovatiefs voor senioren te verzinnen. 34 projecten werden door bijna 120 leerlingen verzonnen en verdedigd op de markt, waarbij de bezoekers mee konden bepalen welke studenten het slimste idee hadden. Het idee de rolstoelsturing via kleursensoren van Wilco, Stan, Jim en Stan werd door zowel de bezoekers van de markt, de technasiumdocenten als de deskundigen van Vierbinden tot beste idee uitgeroepen. De studenten hebben zich ingeleefd in de leefsituatie van de senior of iemand met een beperking, om deze met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen naar een plaats van bestemming te brengen. Dat was de conclusie. Wethouder De Leeuw overhandigde samen met de vertegenwoordigers van Vierbinden de prijswinnaars namens de gemeente Helmond een toegangsbewijs voor de Efteling als prijs voor hun mooie project. De ELE Rally, die op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei wordt verreden, start dit jaar niet in Helmond, maar in Veldhoven. De organisatie koos na 10 jaar voor een andere locatie omdat de Automotive Campus door verbouwingen niet geschikt is. Op vrijdagavond 29 mei wordt daar wel een proef gereden. De rally zal er overigens anders uitzien dan vorig jaar. Uitsluitend Nederlandse wedstrijden en met de nodige noviteiten zoals de Power Stage. Dit betekent dat op de slotproef van de rally extra kampioenschapspunten te verdienen zijn. Dinsdagavond 7 april heeft een groot aantal religieuze en maatschappelijke instanties het convenant Sociale Cohesie Helmond ondertekend. Doel is het bevorderen van sociale samenhang en onderling begrip tussen de diverse bevolkingsgroepen in Helmond. Samenwerken aan een veilige en leefbare stad, dat is waar het platform Sociale Cohesie voor staat. Het versterken van de verbinding tussen diverse bevolkingsgroepen in Helmond en, vanaf nu, verbreed naar alle groepen en levensovertuigingen in de samenleving. Het platform Sociale Cohesie Helmond is een informeel netwerk dat de dialoog met elkaar gaande houdt, elkaar informeert over actuele ontwikkelingen en adviseert over het te voeren beleid. Het platform heeft diverse oren en ogen in de stad en daardoor zijn zij in staat om problemen tijdig aan te pakken en op te lossen. Onder de ondertekenaars van het convenant bevonden zich de burgemeester van Helmond, de wethouder jeugd, onderwijs en gezondheid en vertegenwoordigers van diverse religieuze richtingen. Een 66-jarige Helmondse man is zaterdagochtend 4 april om het leven gekomen tijdens een pleziervaartje bij Zuidereidijk nabij Amsterdam. De man was met een 49-jarige vriend op een plezierboot aan het rondvaren toen nabij de Zeeburgerbrug het bootje in aanvaring kwam met een binnenvaartschip waarop beide mannen overboord vielen. De 49-jarige man is door de bemanning van het binnenvaartbootje uit het water gehaald, maar de 66-jarige Helmonder was onvindbaar. Na een onderzoek met een duikteam van de plaatselijke brandweer en een helikopter die urenlang hebben gezocht naar de Helmonder, is het lichaam van de man aan het begin van de avond gevonden. Heeft u een eigen bedrijf, maar zou u graag ondersteuning hebben op het gebied van bedrijfsvoering of financiën? Dan is het initiatief 155 Red een Bedrijf misschien iets voor u. De gemeente Helmond en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, het IMK, hebben een speciaal noodloket opengesteld voor lokale ondernemers. Met het initiatief 155 Red een Bedrijf kunnen ondernemers uit Helmond kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. De aandachtspunten zijn vaak divers en liggen veelal op het vak van de bedrijfsvoering, commercie en of financiën. En door de snelle hulpfaciliteit worden problemen regelmatig in de kiem gesmoord, soms mede door de inzet van de gemeentelijke BBZ-regeling, het besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen. Ondernemers uit Helmond, waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer 088-99-90155 of via de website van het IMK. Binnen 24 uur wordt u teruggebeld door een ondernemersadviseur. En vervolgens wordt binnen 5 dagen een intakegesprek gepland. De adviseur van het IMK bespreekt samen met u uw situatie en kijkt naar concrete oplossingen.
In het weekend van 11 en 12 april vinden er spectaculaire werkzaamheden plaats aan het spoor bij Helmond West. Ter hoogte van de vroegere spoorwegovergang Kortenbachstraat wordt er een groot spoordek voor de onderdoorgang van de Kasteelherenlaan ingereden. Het werk is live te volgen vanaf een tribune. Op de plek waar de onderdoorgang van de Kasteelherenlaan komt, wordt het spoor weggehaald. Vervolgens wordt daar het spoordek, de betonnen brug, ingereden. Het spoordek is in de afgelopen periode al opgebouwd op de bouwplaats en wordt nu dus op zijn plek gereden. Dit is overigens een heel precies werk. Dat moet snel gebeuren, want op maandagochtend moeten de treinen weer kunnen rijden. Ook worden er in het weekend funderingswerkzaamheden uitgevoerd. Esther van de Eventuin, beter bekend als Tante Nel, beheert belangeloos enkele Facebook-sites waar je je spulletjes kunt aanbieden om te verkopen. Maar ze heeft ook een ruilsite, gratis weggeef en ruilsite Helmond. Daar kun je werkelijk allerlei leuke dingen ruilen tegen letterlijk een appel en een ei. U bent een aantal websites opgestart. Wat voor websites zijn dat? Een weggeefsite, een ruilsite, een tekoopsite, kledingsite, autosite, werk- en gezochtsite en een boekensite. Waarom al deze sites? Dat is begonnen omdat toen ik kom uit Zwolle en toen ik ging verhuizen zocht ik een manier om mijn spullen kwijt te raken. En daar kwam ik in aanraking met de Facebook-sites waar je dat op kon doen op die manier. En toen kwam ik hier in Helmond wonen en toen zag ik dat hier eigenlijk helemaal niet van die sites waren. En ik vond het eigenlijk een heel leuk initiatief. Ik denk, dat ga ik hier ook proberen. Het eerste jaar gebeurde er weinig, had ik 50 leden en er was helemaal niks. En inmiddels is dat uitgegroeid en loopt dat ontzettend goed en is het ontzettend druk. En wordt er ontzettend veel gebruik van gemaakt. Maar wat staat er dan allemaal op? Nou, op de weggeef-site en de ruil-site kunnen mensen hun spullen opzetten die ze kwijt willen. Alleen op die site moet het met een gesloten beurs. Dus of mensen geven elkaar de spullen gratis, of het wordt geruild voor spullen uit de kast. Dat kan van alles zijn, koffie of eten, aardappels. Ik heb echt de meest vreemde dingen voorbij zien komen. Kleding is ook iets wat veel geruild wordt. Zodat de mensen die spullen over hebben waar niks mee gedaan wordt, toch weer een goede plek krijgen. Want weggooien, ja, in deze maatschappij gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer. En weggeven. Er is een groep mensen die dat wel doet, maar er is ook een groep mensen die zoiets heeft, ja, een ander gaat dat dan verkopen, dat doen we niet. En zo is dat eigenlijk ontstaan, dat er wel heel veel geruild wordt. En ik zie dat er op het moment ontzettende groei in zit. En dat is wel heel erg leuk om te zien ook. Verdient u nou ook iets aan deze sites? Nee, ik verdien er helemaal niks aan. Het is puur vrijwillig. Het is gewoon ontzettend leuk. Het kost wel ontzettend veel tijd, dat wel. Maar ja, het is een hobby. En een hobby mag tijd kosten. Ja, want hoeveel tijd bent u er nou mee kwijt? Nou, we doen het met z'n tweeën meestal. Ik deed het eerst alleen. En ja, ik werk ook, dus ja, dat gaat niet. En je moet het toch een beetje bijhouden om het een beetje up-to-date te houden. En dat het geen rommeltje wordt. Ik denk dat we er samen toch iedere avond wel een 2 uurtjes de man zeker mee bezig zijn. Maar soms stiekem ook wel meer. Want als ik 's morgens en ochtend vrij ben, kruip ik er ook achter. En voordat je het weet is het 12 uur. Want ik vind het zelf ook leuk om te zien wat er allemaal verkocht wordt, of wat er geruild wordt, of wat er aangeboden wordt. Dus ja, ik heb het eigenlijk nooit bijgehouden. Misschien moet ik dat ook maar niet doen. Wat is het leukste of vreemdste wat u ooit bent tegengekomen? Het leukste wat ik tegen ben gekomen is een spontane actie voor een inzameling van een brand. Dat mensen alles kwijt waren en dat ze via de weggeefsite eigenlijk al hun goederen weer terug hebben gekregen. Het lekkere warme lenteweer is een aantocht. Ja. Hoe vindt u dat? Ik vind het geweldig. Ja? Geniet u daarvan? Ik geniet er met volle teugen van. Wat gaat u dan doen? Veel wandelen, sporten. Wat een gepensioneerde doet, hè? Is het dan leven net iets leuker als het zonnetje schijnt? Nou, god, het is eigenlijk altijd heel leuk. Er hoeft alleen de zon niet voor te schijnen. Maar het is natuurlijk wel prettiger, ja. Vindt u ook dat er in Helmond genoeg te doen is als het weer beter wordt? Voor mij wel. Voor andere mensen kan ik niet veroordelen. Maar voor mij is er zat te doen. Ja, zoals? Ik kan van alles doen hier. Ik kan de stad inwandelen. Ik kan een terrasje pikken. Ik kan een kopje koffie gaan drinken. Dus ik geniet mijn volle teugen. Bent u eraan toe? Ja, ik wel, ja. Ja, echt. Hoezo? Voor de gezondheid, alles. Kouder wordt. En dan merk je dat toch wel aan de spieren en alles wat je hebt, dus ja. Dus voor u is het warme weer eigenlijk heel goed? Ja, best wel, ja. Vind ik tenminste van wel. Mij maakt het niet veel uit. Nee? Nee. Niet fijner als het zonnetje schijnt?
Ik ben niet. Ik kijk niet zo naar het weer. Ik heb het er eigenlijk nooit met niemand over. Dus nee, het maakt mij niet uit of het nou winter of zomer is, of lente of herfst. Nee. Is het geen reden om lekker naar buiten te gaan? Erop uit te trekken? Nou, vroeger toen ik een hond had, toen dan ging ik er altijd. Ja. Maar nee, dat heb ik niet meer. Dus nee. U heeft nu de handschoenen nog aan, maar volgende week mogen ze uit. Ja, zeker weten. Dat hoop ik wel. Ja, zin in? Ik heb er nu al zin in. Ik heb wel zin om lekker een drankje op het terras te drinken. Wat maakt het nou zo fijn als het lekker weer is? Nou, dan is iedereen altijd een stukje vrolijker. En ja, het is altijd lekker. Lekker buiten zijn. Is er met het betere weer of het lekkere weer ook meer te doen in Helmond? Ja, de terrasjes zijn al lekker open natuurlijk. Dus, en iedereen gaat gewoon lekker buiten wandelen en zo. En lekker de bossen in. Het ziet er een stuk gezelliger uit. Ja, en de mensen zijn ook vrolijker, dus we kunnen meer hebben, denk ik. Ja, merk je dat? In ieder geval wel. Ja, zeker. Nou, op naar het goede weer dan. Ja, daar heb ik nu al zin in. En wat gaat u doen? Helemaal niks. Nee, gewoon op een bankje in de zon en verder helemaal niks. Nee, uitrusten. U gaat niet het centrum van Helmond bijvoorbeeld in? Nee. Ik vind koopzondag en zo, dat vind ik ook altijd verschrikkelijk. Ik meet die mensenmassa dan, want daar vind ik helemaal niks aan. Nee. Nee, ik doe het liever rustiger. Ja. Liever lekker thuis? Thuis of ja, gewoon een stuk gaan wandelen. Dat doe ik liever eens in de stad rond gaan hangen. Nee. Maar vindt u dat er wel genoeg te doen is als het weer beter wordt hier in Helmond? Nee, want ik ga liever naar Den Bosch of Eindhoven vind ik ook geen leuke stad. Nee, ik vind Den Bosch, Breda, Maastricht. Ja, vind ik gewoon gezelliger. Ja, wat trekt daar dan meer? Nou, ik vind dat er gewoon. Ja, nou zijn er iets meer terrassen voor het in Helmond. Maar ja, het hele centrum op zich vind ik gewoon gezelliger. Er is het gewoon, ja. Het is ouder, net als Maastricht en zo. Ik vind het heeft gewoon meer. En Den Bosch vind ik ook gewoon heel gezellig. Ja, die vind ik gewoon gezelligere steden, om te zeggen. Ook door de week. Ja, ja. Gezelliger als Helmond. Ja. Als het maar niet te heet was, want dan kan ik absoluut niet tegen. Ik vind 20 graden is voor mij genoeg. Ja, dus ik zal ook nooit naar het buitenland gaan naar die hete landen, want daar zie ik niet zo zitten, nee. Maar ik vind het fijn zonnetjes, kindje. Letter als die regen allemaal ben ik zo beu. Maar wat gaat u dan doen? Buiten zitten. Ja? Ja. Halen we alles zomaar goed voor de dag, de tuinstoelen en zo. Dan gaan we lekker buiten eten en zo, ja. Dat vind ik wel fijn, ja. He? Je moet wel de bijen wegjagen en de vliegen wegjagen, maar niet ook maar wel lief. He? Gaat u volop genieten van het komende warme lenteweer? Dat was wel de bedoeling, ja. En daarom gaan we nou alvast plantjes halen of bakken. En dan kunnen we vrijdag plantjes halen. Dus jullie gaan lekker in de tuin werken? Ik ga in de tuin werken, ja. Wat maakt het weer nou zo lekker als het de zon schijnt? Ja, alles doet veel vriendelijker aan. He? Je kunt fietsen, een terrasje pakken en in de tuin zitten. Ja, je kent heel veel meer dingen, hè. Barbecue. Gourmetten met de kids en de kleinkinderen. Beter kan het niet hebben, hè? Ja, heerlijk. Weer lekker naar buiten en lekker wandelen. Alles eigenlijk, ja. Heerlijk. Tuin in. Vindt u dat er ook genoeg te doen is in Helmond als het weer beter wordt? Ja, op de haven is er genoeg te doen. Maar in de binnenstad zelf, ja, in het loopgebied zeg maar, daar zou voor mij wel iets meer mogen. Maar, ja. Wat denkt u dan aan? Ja, net als terrasjes en zo. En net als in Eindhoven, daar zit het altijd vol. Hier is het altijd maar een beetje doods, vind ik. Dus ja. Dus meer terrassen? Ja. Ja, voor mij mag dat wel. Ik geniet van het leven, dus voor mij mag het. Ja. Ja. Het lekkere weer is een aantocht. Ja. Hebben we er zin in? Oh, super veel zin in. Ik kan niet wachten. Nee? Nee, ik ben zo ziek geweest. Afgelopen weken met de wind en met die kou. En oh, ik wil gewoon lekker mijn plaats op. Barbecue aan. Gewoon lekker naar buiten. Heerlijk. Ja. Is er genoeg te doen hier in Helmond met het lekkere weer als het weer beter wordt? Ja, ik vind als je een beetje inzet en je gaat wat dingetjes opzoeken, daar is best wel veel te doen. Dus ook voor de kindjes en de cacaofabriek. Hè. Ook een hoop te doen. Ja. Gaat u zo met de kinderen er ook op uit? Ja, lekker wandelen, diertjes, de veranden. Ja, van alles eigenlijk. Ja, buiten. Dus geniet er maar. Ja, heerlijk. Ik kan echt niet wachten. En natuurlijk trouwe kijker. Nou, dankjewel. Wij zijn fan. Op de jonge kijkers. Bedankt. Alsjeblieft.
zondag 5 april vond de 3R-markt plaats bij zorgtuinderij SMO De Bundertjes. Een volledig duurzame markt met alleen eerlijke producten. De Helmondse 3R-markt wil uitgroeien tot een terugkerend evenement waar u kennis kunt maken met duurzame ondernemers, eerlijke en duurzame producten kunt kopen of kennis op kunt doen in de workshops. Voor de derde keer werd deze markt georganiseerd, maar ondernemers vonden dat er een aanzienlijk minder kramen waren en minder bezoekers waren dan normaal. Aan de kinderen was volop gedacht, die konden daar hun hartje op halen. Voor de aardigheid lieten we de 12-jarige Louisa Luis de interviews afnemen. Wat heeft u hier allemaal al gedaan? Ik heb helemaal een rondleiding gehad en ik ben overal rondwezen kijken. Ze verkopen hier allemaal biologische producten. Allemaal op natuurlijke wijze gemaakt. En dan hebben de vrouwen net een biologisch wijntje gekocht. Een hele fles. Die man die weet alles over biologische wijnen. Dus dat is ook wel interessant om te weten. Ik ben zelf niet biologisch. Nee? Nee? Dus u eet gewoon vlees en al? Ja, ik eet vlees en groenten. Okay. Heeft u ook zelf een biologisch wijntje geproefd? Want uw vriendinnen daar hebben het wel, of u niet? Nee, ik niet. Ik ben net van de drank af. Hallo mevrouw. U staat hier weer op de biologische markt. Wat verkoopt u hier allemaal? Ik verkoop kruidenthee. Verschillende mengsels kruidenthee. Keltisch zeezout, theeaccessoires, je mako. Nog niet zo heel lang, maar dat is weer van een andere orde. Zit daar langs. Wat heeft u hier allemaal al gedaan? Oh, ik heb hier met mijn kleine kinderen eitjes gezocht. En ik ben over de markt gelopen. En ik heb smoothies gedronken, smoothies, geloof ik hoe die heten. En eieren gezocht en getekend. En het is hier hartstikke fijn bij de Bundertjes, ja. Bent u zelf ook biologisch? Nee, ik ben zelf niet biologisch, maar... Ja, ik kwam er wel even kijken wat dat inhoudt en misschien verander ik wel van gedachten. Dus u eet gewoon vlees en gewoon... Maar eet u ook gewoon groenten of dan niet? Ja, gewoon groenten, ja, maar niet biologische groenten. Dus ik ben hier even gaan kijken hoe dat smaakt en wat het allemaal inhoudt. En, ja. En wat heeft u allemaal gedronken of voor kinderen? Oh, ik heb hier een bakje koffie gedronken en mijn kinderen hebben smoothies gemaakt daar. Of ja, gekocht. En ik ben nu nog even aan het rondkijken, maar ja, u vroeg me een paar vragen. Dus, ja. Ik ben nu klaar met interviewen. Doei. Maandag tweede paasdag, 6 april, organiseerde seniorenvereniging Sint Anna een paaskaartmarathon in buurthuis Sint Anna. De jongste deelnemer was 46 jaar en de oudste 82. Goedendag. Op het moment zitten we hier in buurthuis Sint Anna, op het Hoogeind, de Nollymeulen. We hebben hier een kaartmarathon. Op het moment hebben we hier een 24 speelers zitten. We doen hier jokeren en rikken. Hartstikke leuke prijzen. De prijzen staan op de tafel daar. Ja, en we zijn om 11 uur begonnen. En het duurt ongeveer tot een uur of vijf, half vijf. Kaarten loopt op het moment de dag wel een beetje terug. De jongere generatie krijgen we eigenlijk helemaal geen meer bij. We moeten het hebben eigenlijk van de senioren. En ja, de mensen die moeten toch s'avonds laat over de straat. En ja, ze voelen zich daarbij ongemakkelijk eigenlijk. En daarom willen we toch wel aansporen om de jeugd er zo veel mogelijk bij te betrekken. De jongere generatie, ja, die kent niet meer kaarten. Die gaan liever achter de computer zitten. We moeten het dan toch eigenlijk hebben van de oudere generatie. Ik weet het ook niet anders. Het is moeilijk. Over 20 jaar dan hebben we helemaal geen kaarters meer. Ik denk dat het dan wel gezien is. En ja, gezien de leeftijd van de ouderen vandaag die we hier op het moment hebben, komt er heel weinig bij. We moeten het toch eigenlijk hebben eigenlijk van de jongeren, maar dat gaat echt niet lukken. Dus we zien wel hoe het over 20 jaar zal lopen. Ik weet het niet. Mocht de Halidag vorig jaar niet doorgaan van de gemeente, dit jaar was er weer een treffen zoals vanouds. Met veel motoren, de nodige kramen en stevige muziek. Bij het schitterende weer waren ook tal van geïnteresseerden zonder een motor te zien op de Helmondse Markt. Er hing een gezellig, gemoedelijk en prettig sfeertje.
Naast leden van de Harley Motor Club waren er ook veel toerrijders uit heel Nederland, maar ook uit België en Duitsland. We zijn vrije rijders, dus waar wat te doen is, gaan we kijken en we hebben een vriendenkringetje waar we een beetje mee rondrijden door het hele land en kilometers maken. Dat is ons streven. Koud weer, nat, zolang er maar geen pekel ligt, want dan kan het gewoon niet tegen. Dus, maar in principe het hele jaar door, zolang er geen sneeuw en geen pekel ligt. Een beetje kinderdroom, het geluid en het gebeuren om het hele Harley heen. En naar eigen ideeën opbouwen en diverse dingen aanpassen. Dus geen enkele Harley is hetzelfde. Iedereen heeft zo zijn eigen zwaai eraan gegeven, om het zo maar te zeggen. Dus het is niet alleen de motor, maar je krijgt er ook een vriendenkring bij. Wat wel aanstaat. En nou, drinken doen wij niet als wij moeten rijden. Tenminste, wij niet. Dus, ja. We zijn vanuit de politie Helmond hier bij het Harley treffen, omdat het een evenement is wat door de gemeente Helmond is toegestaan en voor de openbare orde maar. Het is een prachtig evenement, mooi weer erbij en alle motorrijders zitten aan de koffie, dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Zaterdag 11 april staat het Eindhovense Candybar Planet op het podium in het muziekcafé Helmond. Candybar Planet kan het beste worden omschreven als heavy rock. De muziek start om 10 uur en de entree is €5. Zondag 12 april rijdt Tourclub 81 de Hollandtocht en zondag 19 april de Kanadentocht. Beide tochten hebben een afstand van 75 kilometer en starten om 9 uur aan de Gijzendorferstraat. Gastrijders zijn altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.tc81.nl. Zondag 12 april treedt Liedertafel het akkoordje tussen de draaiorgels op in de Gaviolizaal. Het concert van dit 60 leden tellende enthousiast gezelschap duurt van 2 tot 4 uur. De zaal is open van 1 tot 5 en de toegang is gratis. Voor de 21ste keer wordt in het weekend van 11 en 12 april het Helmond International Tournament gehouden. Ruim 80 kanopolyteams uit 6 Europese landen zijn dan te gast bij de Helmondse kanovereniging De Helmvaders. In totaal worden er, verspreid over 2 dagen, ongeveer 250 wedstrijden gespeeld. Zaterdag en zondag beginnen de wedstrijden om 8 uur 's ochtends. Op zondag staat de finale voor 3:30 op het programma. Publiek kan de wedstrijden op beide dagen gratis bekijken. De speelvelden liggen aan de Kanaaldijk Zuidoost, net voorbij sluis 8 in de richting van Asten. Woensdag 15 april presenteert speeltuin Leonardus Poppentheater Kris Kras. Poppentheater Kris Kras geeft 3 verschillende voorstellingen van 30 minuten. De voorstelling start om 2 uur, toegang voor leden is gratis en niet-leden betalen €2. Op
vrijdag 17 april wordt tijdens een voetbalclinic georganiseerd door Stichting JIP, Helmond Sport en BBS De Vuurvogel een watertappunt bij het Kruifkoord Helmond in de Hermelijnstraat geopend. Om 9:30 begint de clinic. De openingshandeling start om 10:30. Het Jan Visser Museum gaat tijdens de Nationale Museumweek op zondag 19 april vloerbrood bakken in de bakkerij. Het museum is dan gratis toegankelijk. De dag begint om 1 uur en duurt tot 5. Het voorjaar, de zomer, de vakantie, een goede reden om je camera weer eens uit de kast te halen. Maar hoe zit het ook alweer met diafragma, sluitertijd, compositie? Als jij van je foto's iets bijzonders wilt maken, kom dan zondag 19 april naar de workshop Fotografie in de Cacaofabriek. Van 10 tot 3 uur. Van donderdag 16 tot en met zondag 19 april aanstaande vindt op het oude EHAT-terrein op de Engelseweg de 50PLUS-beurs Helmond Peeland plaats. Kijk voor meer informatie op www.50pluspeeland.nl. Zondag 12 april wordt in de cacaofabriek om 3 uur de expositie Vreemd in Cacao geopend. Kunstinitiatief de Cacaofabriek heeft voor deze expositie 9 fotografen van diverse pluimage gevraagd om een aantal foto's te tonen binnen de thema's natuur, stilleven, portret en abstract. Deze eerste editie laat zich lezen als een spannende tocht langs de bijzondere mogelijkheden van de hedendaagse fotografie. Vreemd in Cacao is te bezichtigen van 12 april tot en met 31 mei. Dit was weer Door de Week Heen voor deze week. Natuurlijk zijn we er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Heeft u informatie of tips? Stuur deze dan naar redactie@omroephelmond.nl. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week.